Vertel eens, hoe gaat het met de doorontwikkeling van de organisatie? Ja, dat is een hele mond vol, hè? Nou, daar hebben we het vanmorgen over. Het college heeft ons een plan voorgelegd als gemeenteraad. En we hebben de afgelopen uur besproken wat we daarvan vonden. Partij van de Arbeid, zal ik even worden wat wij ervan vinden. We vinden het goed om te gaan werken aan het herstel van vertrouwen. Dat is wat het college ook wil en daar zijn we het helemaal mee eens. Natuurlijk moeten we daaraan werken. Maar we hebben wel gezegd, van we weten niet of dit plan daarvoor nou de oplossing is. Want als je het hebt over het herstel van vertrouwen, dan heb ik er zelf heel veel moeite mee dat we best wel veel gemeenschapsgeld gaan uitgeven aan onze ambtelijke organisatie. Dat vind ik lastig. Bovendien vinden wij dat we als gemeenteraad pas op een heel laat moment zijn ingesigned hierover. Ik had liever gehad dat de burgemeester ons al eens eerder had gezegd van joh, ik zie hier dingen en daar zou ik graag wat aan willen veranderen. En denk eens mee, raad, dat gebeurt niet. We worden geconfronteerd met een voorstel om ongeveer 7 ton uit te geven dit jaar. Maar het is al november. Dus ik vraag me ook af hoe ze dat gaan doen in de komende 2 maanden. Of dat ze misschien eigenlijk al lang geld hebben uitgegeven en dat ze het hier voor de vorm nog even bij ons komen aftikken. En dat zijn wel dingen waar we als Partij van de Arbeid heel veel moeite mee hebben. Dus herstel van vertrouwen ja, maar dit voorstel ben ik nog niet van overtuigd. Maar als er 4,5 miljoen nodig is om het vertrouwen te herstellen, is dat eigenlijk dan geen bekentenis dat het eigenlijk niet goed is gegaan? Ja, dat zeker. Maar dat is ook gewoon zo. Er is laatst onderzoek gedaan en het vertrouwen in het gemeentebestuur is heel erg laag. Nou ja, dat is iets wat ik me als raadslid aanreken. Ik denk iedereen die betrokken is bij deze organisatie voelt zich daar heel vervelend onder. Dat is gewoon niet oké om zo'n rapportcijfer te krijgen. En daar wil ik echt wel heel graag wat aan doen. Maar de vraag is, hoe ga je dat goed doen? En als ik dan kijk inderdaad van 4,5 miljoen gemeenschapsgeld over de komende 3 jaar... in de ambtelijke organisatie stoppen. Ik denk niet dat dat gaat helpen. Ik denk dat we andere dingen moeten gaan doen. Dat we een andere manier van werken moeten zoeken. Dat we een andere manier van benaderen van mensen. Tuurlijk zit er ook wat kosten aan. Maar ik denk dat het goedkoper kan. Dan duurt het misschien wat langer. Maar dat is dan maar zo. Maar ik denk dat we dan uiteindelijk beter weg gaan. Nee, maar daar zou dat een tussenoplossing kunnen zijn. Maak je zo.